De keer gaan we het hebben over elektrische energie. Hoe wordt het opgewekt en wat is duurzame energie? Wat heeft dat ermee te maken? Goed, eerst eventjes iets wat je wel ooit in handen hebt gehad: een batterij. Een batterij is eigenlijk gewoon een vieze elektrochemische cel. Betekent dus chemisch dat er een reactie in optreedt en daardoor kan er een stroom gestroomd. Maar ja, ooit een keer zal zo'n chemische reactie ophouden. En dan heb je een lege batterij. Dat betekent dus dat je een keer die chemische troep kwijt moet. Nee, dan kun je misschien beter gebruik maken van een waterstofcel. Hoe werkt dat? Nou, kijk, en dit is de waterstofcel. En die heeft nodig waterstof, dus een prop naar waterstof in. En in dit stukje van de cel zal het waterstof gesplitst worden in een proton en elektron. Ja, dus de atoom wordt uit elkaar gehaald. Het proton kan alleen maar dat middenstuk. Dat middenstuk is van materiaal, daar kunnen geen elektronen door. En het elektron die wordt geleid door het bovenste stukje. Nou, en dan komen ze weer samen aan de rechterkant en dan wordt er weer waterstof. Nou, op die manier kun je dus bijvoorbeeld twee waterstof atomen die je krijgt. En die twee waterstofatomen, die zoeken een zuurstofatoom op. Dus er komt ook zuurstof bij. En zuurstof en die twee waterstof, dan krijg je water, H2O. En dat is dus wat er uitkomt. Oftewel, als afvalproduct is er alleen maar water. Eventjes nog. Samengenomen. Ik heb dus waterstof. Die gaat in de waterstofcel. Daar wordt het gesplitst in een proton en een elektron. Het elektron dat gaat via het elektrische circuit en het proton gaat rechtstreeks naar de rechterkant en dan wordt het daar weer waterstof. Dat waterstof dat reageert dan met zuurstof en dan krijg je dus water en dat is het afvalproduct. Kortom, je begint met waterstof, H2, en ik doe er zuurstof bij, O2. En wat krijg ik dan? Dan krijg ik water. Wacht even hoor. Ik heb hier natuurlijk wel twee O's en hier heb ik maar één O. Dus dan moet ik hier een tweetje voor zetten. Maar dan heb ik hier vier haartjes. Dan moet ik daar een twee ook voor zetten. En dan klopt het. Maar het klopt nog niet helemaal. Want met deze reactie komt er energie vrij. En daar gaat het natuurlijk om. Ja, je hebt dus waterstof en zuurstof als brandstof. En die voeg je samen, je krijgt water terug. Oftewel, je hebt totaal geen vervuilend iets. En je krijgt energie cadeau, de waterstofcel. En dat wordt bijvoorbeeld in een motor gebruikt, in een auto. Ja, je krijgt dat de buitenlucht komt erin. Je hebt een waterstoftank nog wel natuurlijk nodig. Ja, die staat hierin getekend. Die twee worden samengenomen en zij reageren gewoon tot water. Oftewel het water, zie je hier, komt er gewoon uit. Meer niet. Ja, en de elektriciteit, die wordt gebruikt. En that's it. Ja, we noemen dit een duurzame energiesoort. Omdat het dus totaal geen vervuilend iets is. Duurzame energie. Wat is dat? Dat is energie die niet afkomstig is van fossiele brandstoffen. Ja, moet je natuurlijk eerst even weten wat fossiele brandstof is. Nou, bijvoorbeeld aardolie of aardgas of ook belangrijk steenkool. Ja, al deze zaken, dat zijn fossiele brandstoffen. En fossiele brandstoffen, hè, als ze verbranden, ja, dan heb je helaas altijd CO2 uitstoot. En CO2 is een van de oorzaken van opwarming van de aarde. En wat ook zo is, is dat je grotere kans hebt op milieuvervuiling bij de fossiele brandstoffen. En, ook niet onbelangrijk, ja, je haalt het uit de aarde en ja, dan krijg je natuurlijk eens een keer dat het op is. En ja, wat dan? Nee, dan kun je misschien beter duurzame energie hebben. Bijvoorbeeld de zonnecellen. Ja, er komt straling in en er komt elektrische energie uit. En dat allemaal vanwege de zon. En die krijgen we gratis bij. Ja, vooruit. Over een 2,5 miljard jaar stop je een keer. Maar ja, dat is wel heel
lang later. Andere duurzame energie is de windenergie. Ja, ook dat is voor niets. Of de aardwarmtepomp. Ja, dat je de warmte uit de aarde haalt. En ook dat is een schier onmetelijke bron van energie. Maar we gaan het even hebben over de opwekking van elektrische energie. Belangrijk. Ja, en je ziet dus bij een fiets heb je een dynamo. Ja, zo'n ouderwetse of een naafdynamo. Maar voor beide heb je een dynamo. Ja, een naafdynamo of een gewone dynamo. En zo'n dynamo zit in feite ook gewoon in een elektriciteitscentrale. Alleen bij een elektriciteitscentrale wordt dan het generator genoemd. Ja, generator in een elektriciteitscentrale is eigenlijk gewoon een dynamo. En daarmee wordt elektrische energie opgewekt. Kijk, hier heeft zo'n elektriciteitscentrale. Hoe werkt het? Nou, allereerst moet er iets verbrand worden. Ja, ik heb hitte nodig. En die hitte die gebruik ik om water aan de kook te brengen. En daardoor ontstaat er stoom onder hoge druk. En die stoom die gaat dan door een turbine heen. Ja, daar zitten heel veel schoepen in. En daardoor gaat de turbine draaien. En die geeft die draaiing over aan een generator, de dynamo. En die geeft dus elektrische energie. Nou, die verbranding kan van alles en nog wat zijn. Bijvoorbeeld gas of steenkool. Maar zo net al gezegd, ja, als je die verbrandt, dan krijg je toch CO2. Oftewel broeikas. Je kunt ook kiezen voor een kernreactie om hitte te krijgen. En dan verbrand je niet iets, maar een kernreactie geeft wel warmte vrij. En voor de rest blijft het precies hetzelfde. Het wordt nog steeds in stoom, etcetera, etcetera. En dan krijg je dus dat je geen CO2 hebt. Oftewel, een kerncentrale is qua CO2-uitstoot juist heel milieuvriendelijk. Maar ja, je zit wel met het radioactief afval natuurlijk. Dat is een nadeel. Je hebt dus verschillende soorten centrales. Ja, de conventionele centrale, kerncentrale, waterkrachtcentrale of eventueel windkrachtcentrale en misschien nog wel meer. Ja, het principe is hetzelfde. Ja, er wordt een turbine in beweging gebracht en die zal de generator in beweging brengen en die krijg je elektrische energie vandaan. Kortom, het principe op het eind is altijd hetzelfde. Dan kun je afvragen van ja, welke van deze centrales is eigenlijk het meest geschikt? Oftewel, wat geeft de meeste energie? Daarvoor hebben we energiedichtheid. Die geeft aan hoeveel energie er in iets zit. Kijk, dit is een tabelletje met de energiedichtheid. En zie je dus dat uranium verreweg de koploper is. Want die heeft 80 keer 10 tot macht 6 megajoule energie in 1 kilogram. Steenkool, de tweede plek, die heeft nog maar 30 megajoule. Dus dan zie je een enorm verschil. Ja, en helemaal onderaan, daar staat de aardgas. Aardgas, oh, je denkt, hé, nee, 31,7, maar dit is wel per kubieke meter. Ja, en als je het even vergelijkt met water, en 1 kubieke meter water is 1000 liter, dus je zou het nog moeten delen door 1000. Ja, waterstof is trouwens ook redelijk beperkt in de energie. Ja, maar ja, goed, waterstof heeft dus als voordeel dat het eigenlijk geen afval, ja, water oplevert. Dus wat dat betreft blijft het een goede brandstof. Deze conventionele brandstof, dieselolie, benzine, LPG, die kun je natuurlijk ook ergens anders vinden. En dan heet het niet energiedichtheid, maar dan wordt het de stookwaarde gebruikt. En die staat in BINA's. Energiedichtheid staat niet in BINA's, stookwaarde staat wel in BINA's. En dat is hier dus, en dan staat het hoeveel energie zit er in 1 kubieke meter van bijvoorbeeld benzine. Of gasolie, oftewel diesel. Behalve hoeveel energie erin zit, is natuurlijk rendement van belang. Rendement, oftewel hoeveel wordt nou eigenlijk nuttig gebruikt. Als het maar 1% is, dan kan er natuurlijk veel energie in zitten. Maar ja, je krijgt maar 1% ervan terug. Ja, rendement, hebben we eerder gedaan, hè, is 1 nuttig gedeeld door 1 in, maal 100%. Als je dan kijkt naar de centrales, zo'n kolencentrale, ja, 50% van de energie die je erin stopt, krijg je elektriciteit terug. Gas zit minder energie in dan in kolen, maar de energie die je erin stopt, krijg je 61% terug in de vorm van elektriciteit. Dus beter dan kolen, althans het rendement. Koploper in
de centrales is de zogenaamde WKK-centrale. En WKK staat voor warmte-krachtkoppeling. Hoe doet hij dat? Nou, kijk, dit is een centrale. Ja, je doet energie erin, 100%. En je krijgt 30% elektriciteit terug. En de rest gaat verloren in warmte. En in warmte-krachtkoppeling wordt die warmte voor een groot deel weer nuttig gebruikt. Zodat je dus het verlies kunt beperken, in dit geval tot een 20%. Dat is de kracht van WKK-centrale. Nacht, ja, dan heb je geen zonne-energie, maar het is weer mooi geweest. Bedankt voor het beluisteren en wellicht tot horens.